Dus ik loop langs, ik denk, de deur staat open. Dus ik doe die deur dicht. En die vinger, die knipt, die wordt er gewoon afgeknipt. Die ligt zo op de grond. Vandaag naast me Kimberley Klaver. We kennen je natuurlijk als actrice, ondertussen ook als schrijfster. En wat veel mensen niet weten is dat wij tegelijkertijd zwanger waren van onze eerste zoon. Ja zeker. Jij, Julius, en ik, Jake. Ja. Ondertussen heb jij Dani erbij gekregen. Ja, nog een zoontje. 8 maanden nu. Ja, en ben je ook bonusmoeder van 3 kids. Ja, de 3 oudste kindjes, ja. En de 2 broers en zusje van Julius en Dani. Ik kan me voorstellen dat met 5 kinderen dat je ook wel eens op de EHBO belandt. Nou ja, dat is gelukkig nog niet gebeurd. Niet? Nee. Hoe kan dat? Weet ik niet. Ik vind het ook verwonderlijk en ik hoop ook dat het zo blijft. Wel voor een tekenbeet ben ik pas langs gegaan. Oh. Ja, toen was Julius gebeten door een teek. Ja, toen zag ik opeens een wond en er kwam zo'n kring omheen. Toen dacht ik, dat is niet goed. En natuurlijk gebeurde dat weer op een zaterdag, dus de huisarts kon ik niet bellen. Moest ik ook de huisartsenpost bellen en die zeiden wel gelukkig, kom maar meteen langs. Even kijken of het inderdaad een teken is. Nou ja, dat was dus zo. En toen kreeg ik meteen antibiotica. Ja, goed dat ze naar de huisarts is gegaan. Als je iets van een kring of een vlek rondom zo'n tekenbeet ziet, ook al is dat dagen later, bel de huisarts of de spoedpost van de huisartsen. Voor de rest is het goed om even de datum op te schrijven. Wanneer dat heeft plaatsgevonden, maak een foto van de plek. Dat als er later toch klachten zijn of andere klachten die je maar niet kan verklaren, dat je dat wel tegen de arts kan zeggen. Hè? Dat ze weten dat er 3 weken geleden toch een tekenbeet is geweest, dat ze dat ook kunnen meenemen in een onderzoek. Heb je dan zelf nooit aan een EHBO-cursus gedacht voor kinderen? Ja, ik heb wel een EHBO-cursus gedacht. En op een of andere manier heb ik dat steeds uitgesteld en ik denk er steeds weer aan. Als ik ook iets om me heen hoor of ik zie wat op tv van ik moet die cursus doen. Ik ben bijvoorbeeld heel tuttig met eten. Wat dan? Nou, met wat je te eten krijgt. Oh, dat het in kleine stukjes is? In kleine stukjes. Geen druiven. Druiven doe ik echt in 4 stukjes. Mm. Ik ben echt daar heel voorzichtig in. Het komt ook omdat ik er echt wel 2 hele nare verhalen over heb gehoord. Wat dan? Ja, een kindje die is gestikt in de appel. Die moest lachen, echt gestikt. Ja. Als in overleden? Ja. Nee. Ja, ik kende dat kindje niet. Dus het is via iemand die dat kindje wel kende. Maar dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Het was vreselijk dat je dan dus niets kon doen. Of, of te laat was. En het zit zo in een klein hoekje natuurlijk. En ik heb ook een keer meegemaakt, waar ik wel bij was, dat een kindje van een vriend van mij, die was aan het spelen met een muntje. En dat had ze in de mond gedaan. En opeens was het helemaal stil. En dan zag je dus dat ze aan het stikken was. Het gaat niet hoesten. Het is gewoon opeens heel... En dan denk je, dit gaat helemaal niet goed. En dan... Muntje is echt niet goed, nee. Nou, vond ik zo beangstigend. Want je staat erbij en je gaat maar gewoon slaan. En proberen. Uiteindelijk heeft die vader echt de mond open gedaan. Met zijn vinger of iets los weten te wippen. En toen was het echt zo van... naar adem smakken en... huilen. Wat een vreselijk verhaal. Ja, en ook omdat je staat erbij en je weet niet wat je nou echt moet doen wat zou kunnen helpen. En dan denk ik weer, ik moet echt de EHBO-cursus doen. Maar toch doe je het niet. En toch is het er nog niet van gekomen. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel herkenbaar is. Dat het op noodmomenten, als je zo'n verhaal hoort, dat je denkt, oh ja, ik moet er eigenlijk wat mee. En dat je dan de volgende dag eigenlijk gewoon weer in de dagelijkse sleur zit. Dat je zo druk hebt. Je hebt het druk zat met kinderen vaak. Ja, en wat het ook een beetje is, merk ik bij mezelf, is dat je toch een beetje je kop in het zand steekt. Want bij zo'n EHBO-cursus komen natuurlijk heel veel situaties voorbij die een beetje eng zijn. Scenario's waar je het niet over wil hebben, waar je eigenlijk niet aan wil denken. Alsof het niet kan, of het gebeurt niet. Ja. Nee, dat gaat niet gebeuren. Niet over nadenken. Niet over hebben. We gaan het er wel over hebben, want ik heb voor jou wat quizvragen om eens even te testen hoe slecht mijn kennis is. Ja. Wat doe je eerst bij een ernstige verslikking? 112 bellen of starten met rugslagen en buikstoten? Volgens mij is het 112 bellen. Het juiste antwoord is... De handelingen zijn heel effectief. Als je alleen bent, vinden we daarom belangrijk dat je eerst 5 rugslagen geeft en 5 buikstoten geeft. Als het er dan nog niet uit is, dan bel je 112. Als er een omstander bij is, laat je direct 112 bellen, terwijl jij de handeling al opstart. Ja, we zeggen 5 rugslagen of buikstoten. Hoe doe je die dan eigenlijk? ja, die rugslagen, daar ben ik wel, volgens mij is dat gewoon echt best wel hard ook op die rug. En buikstoten hieronder, zo, lijkt mij, zodat het er weer uitkomt. Ja, en ik dacht 1 en 2, dat is wel heel belangrijk. Maar ja, instinctief ga je eigenlijk meteen... Ja, slaan dus... klinkt alsof je kind mishandelt, maar je doet... Ja, dat doe je wel, denk ik. Ja. Maar ik dacht, dat zegt mijn gut feeling, dus dat zal het wel niet kloppen. Maar dat is wel het eerste wat je moet doen. Precies. En daarna 1 en 2 dan bellen. Okay. Ramon doet even voor hoe dat moet. Okay. Bij rugslagen ga je met het harde deel van je hand tussen de schouderbladen van het slachtoffer slaan, terwijl die wat naar voren buigt. Bij buikstoten plaats je je vuist op het zachte deel van de buik en dan trek je hem schuin omhoog, terwijl je hem achter hem staat. Bij een verslikking sla je 5 keer op de rug en geef je 5 keer buikstoten. Maar mag je bij een kind ook buikstoten toepassen? Ja, volgens mij mag je wel buikstoten toepassen bij een kind. Volgens mij mag in het geval van verslikking heel veel. En zelfs de ribben breken, dat klinkt heel luguber, want anders gaat dat kind gewoon dood. Ja, je moet dus wat, zou je zeggen? Je moet wat, dus volgens mij probeer je van alles. Ja, bij kinderen vanaf 1 jaar ga je dezelfde handelingen toepassen als bij een volwassene. Alleen, je kan je voorstellen, als je bij een klein kind op deze manier je vuist plaatst, dan heb je al snel zo'n halve rond te pakken. Wat je bij een kind dan beter kan doen bij een klein kind, is je duim in je vuist plaatsen en je vuist een kwartslag draaien. Wat een kleine contactoppervlak geeft en gepaster is bij een klein kind. Oké. Dus vanaf 1 jaar? Vanaf 1. En dan eigenlijk liefst met een klein vuistje. Vraag nummer 3. Tot 1 jaar mag je dus geen buikstoten geven, maar hoe help je dan? Is dat A, je houdt de baby ondersteboven, B, je duwt op het borstbeen of C, je geeft alleen rugslagen? Nou, dan geef je denk ik alleen rugslagen. C. Dus je geeft alleen rugslagen. Nee, ik denk toch je duwt op het borstbeen, want als die rug niet werkt, ga je toch op iets anders drukken. Dus ik denk B. We gaan kijken. Oh. Bij baby's tot 1 jaar geef je geen buikstoten, maar ga je borstcompressies geven. Je plaatst 2 vingers op het borstbeen van de baby en dan druk je met een korte snelle beweging de borst in, waardoor je luchtdruk op buik creëert en hopelijk die blokkade eruit kan persen. Ja, zoiets. Ja, en dat is toch, dat is dus een beetje het... ik weet niet of jij dat ook hebt, als je het dan over hebt, en die meneer legt het zo goed uit, krijg je toch zo'n visual van zo'n baby waar je op in staat te prikken. En dat is heel heftig. En dat is denk ik ook de reden waarom je soms denkt van, nou, dat wil ik niet hoor, hou op. Nee, ik wil het niet over hebben. Ja. Echt die kop in het zand. Maar ja, dat is natuurlijk niet wat je moet doen. Ben je zelf wel eens op de EHBO beland als kind? Ja. Ja, ik was gevallen. Ik was geklommen op een dak. En daar was ik vanaf gevallen. Dus dat is niet zo fijn. En ik heb iemand anders op de EHBO laten komen als kind. Niet expres. Oh god. Het was een heel lief meisje namelijk, maar die ging naar de wc. En ze deed de wc-deur open. En zij ging hurken boven de wc of zo. Dus zij had haar hand in de kier van de deur. Die dus open stond. Nee, je voelt hem aankomen. Ja, dus ik loop langs. Ik denk, de deur staat open. Dus ik doe die deur dicht. En die vinger, die wordt er gewoon afgeknipt. Die ligt zo op de grond. En zij schreeuwen. En mijn moeder, die bleef heel cool. Wat ik eigenlijk niet voor haar vind, maar ze bleef heel cool. En ze heeft die vinger snel gepakt en in ijs. En is naar de dokter gereden en die heeft hem er weer aan kunnen naaien. Nee. Ja, maar dat was wel heel heftig. Oh, wat een vreselijk verhaal. Ja, ik kan me dat nog echt herinneren als de dag van gisteren. Ik was zo geschrokken. Nou, dat snap ik, ja. Ja, mijn moeder ook. En zij ook. Ja, ja, het meisje zelf ook. Wauw, wat goed dat die moeder heeft kunnen handelen. Supergoed. Het liefst zouden we willen dat je die vinger in een aparte zak doet en dat weer in een tweede zak met ijs, zodat het niet direct in aanraking komt met elkaar. Wat ze zegt klopt. Ja, vaak kunnen ze het gelukkig nog herstellen. Maar het is wel belangrijk dat hij goed koel blijft. Kim, we gaan erachter komen wat voor moeder jij mij nou eigenlijk bent. Ja. Ik heb wat stellingen voor je. Oké. Ben jij een zuurmoeder of een verwendmoeder? Nee, wel een verwendmoeder. Ja. Op een lege blokje staan of je telefoonbotje stoten? Oh, lego blokje staan. Ja? Daar ben ik wel gewend ondertussen. Ik sta op zoveel lego. Ja. Kinderen wild laten spelen of beschermen? Spelen. En beschermen. Ah. Ja, toch spelen. Ja, ik vind het moeilijk, moet ik zeggen. Want ja, je wil hem wild laten spelen. Ja. Maar toch neig ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, meer naar beschermen toe. Het is ook wel je rol natuurlijk om te beschermen. Het mooiste aan kind zijn is natuurlijk die onbevangenheid. Maar ja, je wil ze ook. Het is je taak om de kinderen veilig te houden. Mm-hmm. Dus ik wil toch allebei. Oké, deze ene keer mag dat. Yes. Meteen troosten of even laten huilen? Meteen troosten. Urenlang een huilende baby of een krijzende kleuter in een volle supermarkt? Krijzende kleuter in een volle supermarkt. Ik ook, 100%. Samenhangen in bed met de kids of lekker actief doen? Lekker actief doen. Ja. Al ga ik ook wel heel lekker op een popcornavond in bed met Beertje Paddington. Ja, dat is ook heerlijk. Nee, en dat knuffelen en lekker dat ze een beetje tegen je aankomen liggen, dat is ook heel fijn. Alleen, ik merk ook dat die jongens, die moeten gewoon worden uitgelaten. Mm-hmm. Jongens, boys will be boys, ja, toch? Ja, ja. Dus dan denk ik toch lekker actief doen en daar kan ik ook wel van genieten. Ja. 5 kids in huis. Ja. Een huis vol kids, maar ik denk ook een huis vol speelgoed. Overal ligt speelgoed. En ben je daar oké mee? Of ben je echt 's avonds als zij in bed liggen alleen maar aan het opruimen? Nou, gisteren hadden we toevallig een verjaardag. Toen struikelde een van de gasten over het potje. Ik had een soort van babypotje neergezet met een heel leuk geluidje. Toen dacht ik van, we moeten wel iets meer hoekjes creëren van daar hoort het speelgoed, daar hoort het potje. Het enige waar ik me dan wel soms zorgen over maak is baby. Dani die kruipt nu en die stopt alles in zijn mond. Ja, dat alles. Is die leeftijd, ja. Dat is die leeftijd. En Julius deed dat minder, maar Dani kijkt, alles gaat die mond in. En ja, daar maak ik me wel zorgen om, want oudere kids hebben ook al veel Lego. Klein speelgoed. En dat wil ik gewoon niet in de buurt van Dani hebben. Want die pakt het en die stopt het in zijn mond. En dan ben ik weer bang voor dat stikken. En daar moet je de EHBO-cursus voor doen. Ja, precies. Want ik ben echt van, dit speelgoed mag daar. En ik ben er scherp op. En mijn man ook. Maar je weet nooit of het een keer gebeurt dat we het toch hebben gemist. Dat er toch wat op de grond ligt. Ja, met een huis vol kinderen heb je ook een huis vol speelgoed. Nou, ik zou zeggen, neem je vent mee. Neem andere vrienden, vriendinnen mee. Ja. En zorg dat je die cursus met een gezellige groep gaat doen. Ja. Des te meer mensen hem gaan doen, des te beter. Ja, ja. Kennis is macht, hè? Nee. Dankjewel, Kim. Dankjewel, thanks.